Het waren de rellen in Rotterdam waardoor ze dacht, ik trek mijn mond open. Want ze schaamt zich hoe haar Turkse landgenoten de boel in puin slaan. Je bent heel erg diep teleurgesteld van je eigen volk. Echt, had ik nooit verwacht. En vervolgens maakt de Turkse president het alleen maar erger met zijn uitspraken tegen Nederlanders. Bunlar nazi kalıntısı, bunlar faşist, bunu böyle biliniz. Hülya wil niet dat Nederlanders denken dat alle Turken zo zijn als Erdogan of de relschoppers. Hallo mevrouw Yıldırım, komt u maar verder. Ja, er zijn er ook zoals zij, mensen die Nederland dankbaar zijn dat ze kansen kregen. Ja, we moeten bijeen zijn. Haar vader was een arme gastarbeider en zij runt nu een succesvolle tandartspraktijk. Hallo. Hi. Erdogan moet niet de problemen van Turkije naar Nederland brengen. Met Turkije heb ik niks mee te maken. Ik leef hier. Ik verdien mijn kosten hier. Maar niet iedereen is het met haar eens. Er wonen in Nederland zo'n 400.000 Turken. Ruim 100.000 daarvan gingen bij de vorige verkiezingen stemmen. 70% van die mensen stemden voor Erdogan, terwijl hij in Turkije maar 52% achter zich kreeg. Hier zijn ze dus een grotere fan van hem dan daar. We willen daarom aan Turken hier vragen waarom ze hem zo goed vinden. Maar als we dat doen, grijpt een moskeebestuurder in. Het is niet zo dat... Bunlarla konuşmayın. Niye abicim? Hayır konuşmayın. Ama niye? Abi bunların amaçlarını biliyor musunuz? Biliyorum. Anlattı bana kadın şu an. Peki sen onaylıyor musun onun şeyini? Neyi onaylıyor musun? Yani yapmak istediği haberlerin... Ama ne yapmak istiyor siz biliyor musunuz? Ben biliyorum kardeşim önce bana geldi. Ben izin vermedim. Tamam. Niye burası, vermediniz? Bak burası siyaset yeri değil. Burası cami bölgesi. Burada... Bak, tamam burada... cami orası. Burası tamam cami da ben seni uyarıyorum yani. Böyle bir yanlış... Ben demiş... de biliyorum abicim. Biliyorsun niye konuşuyorsunuz o zaman? Ben ama Türkiye'nin iyi taraflarını anlatıyorum. Hangi iyi buradan. Taraflarını? Kardeşim senin iyi tarafını alıp yırtıp kesip plaka yapıp sen ağzından çıkan şeyleri değişik söylüyorlar. Bunu bilmiyor musunuz? Ama burası şu an bir... Bir saniye bak bu yapmış olduğunuz yanlış. Ama burası şu an bir televizyon. Kijk dit is waar we vandaag de dag ook mee te maken hebben. De Turkse bevolking is heel bang. En dat zien we ook helaas. Als ze wat vertellen, dat het uit een bepaalde context wordt getrokken. En meneer is daar heel bang voor. En hij probeert mij daarvoor te behoeden. En ik zeg, het is juist belangrijk om voor onszelf op te komen. Om het verhaal goed te vertellen. En wat hij wil vertellen is dat Erdogan ziekenhuizen, wegen, bruggen heeft gebouwd. Erdogan heeft heel veel dingen goed gedaan in Turkije. Heel veel dingen konden ook beter. Maar dat maakt hem niet gelijk een slecht persoon, vind ik. Ondertussen beseft Hülya dat haar kritiek haar niet door iedereen in dank zal worden afgenomen. Ja, dat weet ik. Dat weet ik, maar ja. Ergens moet je toch beginnen? En dus begint ze hier, nu, vandaag, met haar oproep. Laat de Turkse problemen in Turkije. En laat het hier weer rustig worden.